Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik kreeg de vraag of ik mijn action make-up stash wilde filmen. Mijn make-up stash bestaat voornamelijk uit heel veel low-budget merken. En dat zijn verschillende merken. En inderdaad zit daar ook gewoon action make-up tussen. En natuurlijk wil ik jullie dat graag laten zien. Ik laat alleen de producten zien die van de action zelf zijn. Dus Max & More en dat die merken. Bedoel ik dan? Je hebt bij de Action ook vaak van die bakken staan met, ik noem het even high-ended producten. Rimmel, Londen zit er vaak in. Die kun je dan voor een stuk goedkoper kopen, die producten. Eventjes een tip voor als je daar gevoelig voor bent om die producten bij de Action te kopen. Kijk altijd eventjes of dat er helemaal goed uitziet. Vaak zijn het producten die bijvoorbeeld bij de lokale drogisterij al lang niet meer verkrijgbaar zijn. Of die ook al niet meer gemaakt worden door het merk zelf. En dan zijn ze soms misschien al best wel oud. Ik vind dat vooral bijvoorbeeld met lipglossjes of lipstiften. Oogschaduw, ja, dat kijk gewoon altijd of dat er goed uitziet. Maar goed, ik denk dat ik genoeg heb gepraat. Ik ga jullie nu mijn action stash laten zien. Veel plezier met kijken. Dit is dan de stash. Ik heb alles gewoon eventjes op het bed verzameld. Zodat ik alles bij elkaar heb liggen. Ik ga het gewoon even product voor product aan jullie laten zien. Zodat je ook weet wat is. Ik begin met dit kleine doosje. Dit is gewoon een Max & More palet met 12 kleuren. Dit is Nude Eyes, zo heet hij ook. Ik zal het even laten zien. Dit is een heel schattig paletje. Oh ja, wat ik vergeten te zeggen. Er zijn waarschijnlijk ook, zitten ook producten tussen die ik al veel langer geleden bij de Action heb gekocht. En die misschien al lang niet meer te koop zijn. Maar het kan altijd zijn dat ze weer terugkomen. Dus ja, goed, dat weet ik dus niet. Maar dit vind ik een heel, heel fijn paletje. Heel mooi gekleurd en ook best wel veel pigment. Dan heb ik deze drie poppetjes. Ik zal ze even laten zien. Dit zit gewoon lippenbalsem in. Hier zit groen in. Roze. En blauwe. Deze heb ik echt al heel lang geleden gekocht. Dus volgens mij waren ze ook eigenlijk merkloos. Maar ja, ze komen wel bij de Action vandaan. Dus ik laat ze toch even zien. Dan deze BB cream in de kleur medium. Met SPF 15 zit hier ook in. Deze heb ik ook al trouwens een tijdje al niet meer gezien bij de Action. Deze kleur is net iets te donker voor mij. Dus die meng ik altijd. Maar die gebruik ik vooral in de zomer. Dan deze CC cream. Deze gebruik ik ook vooral in de zomer. Dit is trouwens wel de perfecte kleur voor mij. Dit is ook de kleur medium. Ook SPF 15 erin. Dus dat is een heel ander kleurtje als de BB cream. Deze is veel lichter. Dan deze drie monokleurtjes. Dit is een, er staat geen kleur op. Dit is een, ja, ook een beetje een zacht nude kleurtje. Met een glittertje erdoor. Dit is een bruinere. Dit is een donkerbruine. Dan deze gel eyeliner. Er zit ook een kwastje bij als je hem koopt. Is wel een hele fijne eyeliner, moet ik zeggen. Kwastje vind ik ook heel fijn die erbij zit. Dan dit Absolute Nudes palet. Dit is een nieuw paletje. Waar de kleuren bij staan. En twee applicators erbij. Deze zit nog dicht. Deze wil ik nog gaan reviewen. Dit is een nieuwe concealer. Ja, het heet een highlighter concealer. Deze ben ik heel benieuwd naar. Ik heb de kleur 3 beige. Dan dit gel nagellakje in de kleur rood. Deze moet ik ook nog testen. En ik ben nog steeds op zoek naar meerdere kleurtjes van de gel lak, maar elke keer als ik bij de Action ben, dan hebben ze ze niet. Dus weer als ik bij een grotere Action filiaal kom, dat ik wel nog een aantal lakjes hiervan kan scoren. Dit is al best wel een oud potlood. Deze kon je voor je lippen en voor je ogen gebruiken. De tekst is er ook echt al helemaal afgesleten, maar dit was een 2-in-1 product die je zo omhoog kon draaien. Dan nog deze lipsticks. Ja. Kan ik hier verder over vertellen. Dit is de kleur Pink Frost en Peach.
gewoon mooie basic kleurtjes. En ik vind de lipstick van Action op zich prima. Dan heb ik deze blush. Het is de kleur roze. En dit is een mineraal blush. En dan zie je hier de blush. En dan kun je dit openklappen. En dan zit er een spiegeltje in en een applicatortje. Die ik overigens niet gebruik. Dan heb ik deze poeder. Dit is de kleur Nude. Dit is een hele gewone compact poeder eigenlijk. Deze die gaat er steeds af. Die kan ik er gewoon weer op zetten. Maar ja, die valt steeds. En dan is dit gewoon de poeder. Dan deze drie nagellakjes. Dit is een nude kleurtje. Deze heet Moulin Rouge. Hele mooie roze kleurtje. In Paris Pink heet die. En dan heb ik een fellere roze kleur. En dit is de Soft Pink. Dit is een liquid eyeshadow. Deze breng je aan met zo'n kwastje. Ik had er ooit nog een, maar waar die is gebleven weet ik niet. Vond ik hele fijne oogschaduw. Ik hoop dat ze deze ooit nog weer eens krijgen. Want daar zou ik er zeker meer van willen. Dan heb ik deze contour stick met het highlight gedeelte en het contour gedeelte. Bronzer en de highlighter. En ja, prima stick. Dan heb ik deze lipgloss. Die heeft een klein spiegeltje op de achterkant. Ooit zat er ook een lichtje in, maar dat lichtje die doet het al lang niet meer. Maar hij smaakt, ik weet niet, hij voelt een beetje, soms een beetje vies aan op mijn lippen. Maar omdat hij nog niet op is, hou ik hem toch nog even, omdat de kleur ook best wel mooi is. Dan heb ik deze twee coversticks. Een groene en een gewone naturel kleur. Ik weet niet of er ook nog kleuren op staan. Nou, zo te zien niet, maar ja, prima. Prima coversticks eigenlijk. Dit paletje met een Baked Eyeshadow. Dit is black en beige. En hier zit inderdaad een, als ik hem open krijg, zwarte kleur in. En een lichtere, een grijze en een beetje paars. Dan heb ik dit setje met neon nagellakjes. Het zijn heel fel gekleurde nagellakjes. Heel erg leuk. Leuke kleurtjes zijn dit ook wel. Dan heb ik deze 4 2-in-1 producten. Ik ga even kijken of er nog kleuren op staan. Dit zijn glossy lipsticks. Zo noemen ze ze. Stap 1 en stap 2. Je brengt eerst deze aan. Die laat je een beetje indrogen. En dan breng je de gloss eroverheen aan. Er staat helaas geen kleur op, maar dit is een beetje, ja, zachtere. Deze vind ik ook heel erg mooi. Dan deze, volgens mij komen de kleuren iets anders over. En dan heb ik ook nog een hele felle. Dan heb ik dit wenkbrauwsetje. Even kijken welke kleur dit is. De kleur light. Dit is gewoon, ja, twee kleuren oogschaduw en twee applicatortjes zitten erbij. Dan heb ik twee body shimers in een gouden en een zilveren. Ja, hier moet je de onderkant draaien open. Dan moet je er een folietje van afhalen. En dan komt het aan de bovenkant eruit. 2-in-1 eyeshadow Smoky Duo Sticks heette deze. Dit is een... een bolletje en dan zit er aan de andere kant zit er een stiftje. Dus ik denk ook dat je hem als eyeliner of zo kunt. Kijk. Dit is een beetje een gouden kleur en dit is een beetje een gele. Deze zaten ook bij elkaar. Dus ja, dat geel dat zou ik zelf niet zo snel gekozen hebben. Maar dat goud vond ik heel erg mooi. Dit was een magneet nagellak. Er zat ook een magneetje bij. Die heb ik ook nog ergens. Het magneetje die vond ik niet echt werken, maar de kleuren van de nagellak zijn wel gewoon heel erg mooi om gewoon zo op te doen. Dit is een van mijn allereerste oogschaduwpaletjes van de Action. Dit is Full Color nummer 2. En hier zat ook een spiegel in en deze heeft fellere kleuren. De spiegel is ook lekker smerig. Deze heb ik ook echt veelvoudig gebruikt. Er zit gewoon hele mooie kleuren in, vooral als ik een beetje wil spelen met oogschaduw. Dan heb ik deze twee lipgloss bakjes. Volgens mij zaten deze ook bij elkaar zelfs. Dit is een eentje met wat paarse tinten er ook in. En die kun je dan zo openklappen. Als het lukt. Dan krijg je zo de oogschaduw eruit. De lipgloss eruit. Zit hier een spiegeltje en een klein applicatortje.
zie je kleuren nog wat duidelijker. Dat zal ik bij deze ook even doen. Deze is veel zachter qua kleuren. Heel mooi. Dan heb ik deze twee paletjes met drie kleuren. Dit is, even kijken, Black Rose. Gewoon black. En dit is Sun Lover. Een beetje bronstinten zitten hier ook in. Ik zal de andere ook even laten zien. Dan dit zwarte oogpotlood, een hele fijne, want die kun je zo omhoog draaien. Daar hou ik heel erg van. Dan heb ik twee mascara's. Dit zijn ook, deze zijn ook een beetje uit de beginperiode van de Action. Dit is een gewone. En dit is een waterproof mascara. Dan heb ik deze face primer. Ik heb de Illuminating Skin Smoothing. Gewoon een basic primer in een heel luxe flesje, moet ik zeggen. Het is van glas. Dan deze bronzer van Viz. Deze komt ook bij de Action vandaan. Hier zat ook een kwast bij. En dit is dan een hele grote bronzer. Dan heb ik nog een aantal lippenstiften. Dit zijn uit de oudere collectie. Oh, ik laat ze vallen. Bijvoorbeeld deze kleur. Dit is Coral Pink. Dit is de kleur Purple Pink. Beetje paars. Nog zo'n zacht roze. Dit is de kleur Sheer Pink. Dan heb ik deze. Dit is Honey Beige. Heel mooi kleurtje. En de laatste, dat is... Oh, ik heb Purple Pink nog een keer, zie ik. Ik heb een backup van. Deze koop je ook per tweeën, dus dan is het vaker geweest dat ik bijvoorbeeld dat deze twee bij elkaar zaten en die andere twee. Dan had ik er nog eentje, maar die is weg, want die was, ik had er eentje altijd in mijn tas meegenomen, zeg maar. Maar daar kunnen ze dus niet tegen, want dan valt op een gegeven moment die hele lipstick valt uit elkaar, dus dat zijn ze, daar zijn ze niet zo geschikt voor. Dan van het Fashion, even kijken, Fashion Professional heb ik deze Volume Boost mascara. Ook gewoon bij de Action. Een Volumizing mascara. Deze is weer van Max & More. Hele grote verpakking. Colorizing mascara. Dit merk is ook al niet meer verkrijgbaar, maar die hebben ze ook nog een tijdje gehad. Dan heb ik nog dit color eyeshadow palet. Dit is een nude palet ook, met heel veel mooie kleuren ook weer. Dan deze lipgloss van Fashion Professional. Dit is een hele felle pink kleur. Roze kleur moet ik zeggen. Dan deze duo. Deze was bij elkaar. Dit was een smoky eye setje. Met een eyeliner erin. Dit is een duo eyeliner. Hier zit een stift in. En een liquid eyeliner. En dan heb ik deze volume mascara. Die hoort er daar dus bij. Dan deze volume clam mascara van SoMe. Dat hebben ze ook nog een tijdje gehad. Volgens mij ook al niet meer verkrijgbaar. Dan heb ik deze drie nagellakjes die heel erg geschikt zijn om figuurtjes mee te maken op de nagels. Omdat ze een dun kwastje hebben. Deze horen met z'n drieën bij elkaar. Ik ga even kijken of er nog kleuren op staan. Dit is magenta. Red en orange. Dan heb ik deze drie lippenstiften met bijpassende potloden. Die koop je ook per twee. Deze twee die horen bij elkaar. Ik ga het dopje er gewoon even afhalen. Dit is een rode. Kijken of er ook nog kleuren op staan. Dat is misschien leuk om te weten. Nee. Dan heb ik een donkerder rood nog. En een nude kleurtje. En er zitten dus gewoon, ideaal vind ik, die bijpassende potloodjes bij voor de lippen.
dan deze Fashionable Professional 2-in-1 lip duo. Gewoon met een lipstift met bijpassende lipgloss. Heel fel, vooral ook heel erg leuk voor in de zomer. Dan heb ik van Fashion Professional ook nog deze nagellak. Red Vanish heet deze, geloof ik. Al vind ik het niet heel erg diep rood, maar ik vind het wel een heel mooi kleurtje. Dan heb ik deze Lash Fiber mascara van Fashion Professional. Deze heeft twee kanten. Hier zit een basis. En hier zit dan de zwart, die breng je er overheen aan. En nog wat ouder oogschaduwpaletje. Dit is ook nog van het Color Magic merk waar ik straks wat van had. Met blauwe tinten en toch weer een beetje die bruine tinten. Deze lipglossjes, maar die moet ik eigenlijk eventjes een doekje overheen halen. Want ze pikken een beetje. Volgens mij heeft er iets gelekt in het mandje waarin ze zaten. Dit is met kersen. Sherry, zit vitamine E in. En dit is met vanille. Dan twee moisturizing lipglossjes. Ook in zo'n verpakking ben ik eigenlijk niet zo heel erg weg van. Maar goed, zijn wel fijne lipglossjes. Dan heb ik deze lipgloss nog van Color Magic. Deze voelt heel fijn aan op de lippen. Deze twee lipglossjes. Deze zaten ook bij elkaar. Dit is Dazzling Red. Nou, ik vind die echt rood, maar goed. En dit is Hot Pink. Ook weer zo'n lekker fel kleurtje. Hou ik wel van op z'n tijd. Dan dit wenkbrauwpotlood. Met een slijpertje ook op de bovenkant. En een borsteltje aan de achterkant. Ik ga even kijken of er nog een kleurtje op staat. Diep bruin. Dan dit wenkbrauwproduct van Fashion Professional. Hier zit een lifter. En aan de andere kant zit de kleur. Dit is trouwens ook bruin. Dark heet deze. Dan heb ik nog een aantal kleine nagellakjes. Die ik ook al echt een tijdje heb. Die kocht je ook per drie. Dit is een rode. Dit is een topcoat. Dit zijn caviarballetjes. En die hoorden dan ook bij deze. Die kon je dan eerst aanbrengen. Dan de caviarballetjes erop en dan de topcoat. Dan heb ik nog een donkere roze. En een lichtroze. Dan deze twee paletjes. Weer een nude paletje en een smoky paletje. Ik ga ze even openmaken. Smoky kleurtjes. En dan zijn dit de nude kleurtjes. Heel veel pigment zit hierin. Dan het laatste is deze make-up box. Die ook heel goed gevuld is. Met allerlei make-upjes. Oogschaduwtjes, blusjes, poeders. Oogpotloodjes, mascara, applicators, lippenstiften en nagellakjes. Dan was dit mijn Action Makeup Stash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vond het eigenlijk wel leuk om zo eventjes te laten zien. Kom je eigenlijk ook soms nog wel weer dingetjes tegen waarvan je dacht, oh ja, die kleur is eigenlijk ook nog wel weer super mooi. Dus eigenlijk best wel heel erg leuk om te doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wil blijven van mijn nieuwste video's, abonneer je dan eventjes gratis op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie gewoon heel snel weer. Doeg!